Three Horses is ook bij het afscheid van hele Earl Risti. Vaar de defa, zo'n biggie man, biggie poku man, kon aan jou? Wel, voor biggie krintake, leko Earl Bede, wama volo aan een no seeder. De mannen, young boys, de makasteren met Larus en dus altijd opvang de man op, weet je. Earl hier in Nederland, Earl was ook mijn kapper. Man besit met een daro, kost er mee rij, rem, ai. Mijn zakka, weet je, we zit me en ja. No one biggie, legend Ulas Baka, and I'm a Tarana, which I'm a Uno Apconi thing, Nasa Masargalo, setting Gurota Pupoti, which I'm a Tarangaji, Alas Magi, Alam Magi, Alapagi, Alabra, Alasa, Alacompe, Boom Compe, I'm a Tarangataku. Beg was one of the biggest men taking on the one sang at the boom, and they want to take Willy Gurota Puma, the one sang a day Kitaras, and they want to be more longer. Owe begi anana fuji abrada wan buru supresi mana wan no atana san san altet ulu fir dal meg media uktu namas ala ma fudiri war sis mi do ya me ma fida in situ uchara blessi ko a karakter di ala di na bastang ngala respect you. Thank you. We zijn vandaag bij het afscheid van Helo. Ja. Wat is Wat kan je over hem vertellen dat wij moeten weten? Ik kan in principe niet een heleboel vertellen. Hele heb ik leren kennen in de tijd van Lakas. Toen ze naar het Tunis samen zijn geweest en ze waren razend populair. En daarna kwam ik hem tegen in Nederland toen ik hier was met me on tour. Of op vakantie. En hij was kapper, dus op die manier. Maar ik heb geen muziek met hem gemaakt. Nee. Maar heel veel mensen zeggen, de afgelopen week hebben we gehoord, zeggen dat hij een enorme bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse muziek. Maar weet je wat de belangrijkheid is, wat de waarde is van hele voor de Surinaamse muziek? Nou, ik denk dat net wat ik zeg. Hij heeft Surinaamse muziek helpen uitdragen, sowieso. Want het was, destijds waren ze nog jong, hè? En dan hebben ze een bepaalde stijl gecreëerd. En dat hebben ze dan gebracht voor het Surinaamse volk. En het was geaccepteerd en het is geaccepteerd. Tot nu toe worden zijn nummers nog nagespeeld. Dus dat is wat ik ervan kan zeggen. Ik kan niet echt veel erover zeggen omdat ik me niet heb verdiept in die materie. Ja. Nou ja. Ik krijg zelf ook nu, daar hij overleden is, bepaalde dingen te horen. Ja. Wat hij allemaal deed, waarmee deze groei hoor ik nu pas op. Is het dan niet jammer dat we eigenlijk, dat het lijkt dat we heel veel aandacht besteden aan onze artiesten als ze er nu weer zijn? Ja, dat klopt. Omdat we moeten dingen vastleggen. Dat is één. We moeten meestal doen de dingen laat. Kijk, maar ik weet niet als er heel wat van hele is vastgelegd. Voor hele hebben we dan topper kwijtgeraakt, een taga. En voor mij ook daar en daarvoor ook wel voor Willem. En ook daar is er niks vastgelegd. Dus ik zou jullie de taak willen geven om nu al te beginnen met de resterende muzikanten die er zijn en die nog moeten komen. Dat jullie alvast gesprekken met hen aangaan om dingen op te slaan. Wat straks ligt gebeurt aan mij en daar hebben we niks. We zijn vandaag bij het afscheid van Helo, van Earl Risti. Jij kent hem al heel lang. Hoe is de afgelopen week voor je geweest? Er ging bijna geen minuut voorbij dat ik er niet aan dacht. Ja. Ik was er constant mee bezig. En tot nu toe laat het me gewoon niet los. Nee. Het is ja, onwerkelijk. Je hebt met hem samengewerkt bij de Ewald Krolis Memorial Band. Ja. Hoe was die samenwerking? Ja, Earl
is een geboren talent. Ja, een geboren talent. Mm-hmm. Weet je, je hoeft hem eigenlijk bijna niks uit te leggen. Hij weet hoe of wat. Je kan misschien je wensen aangeven. Mm-hmm. Maar het moment dat je je wensen aangeeft, ja, dan weet hij dat ook perfect op te volgen. Mm-hmm. Dat heeft iemand, de hele week heb ik gehoord van ja, Earl heeft een enorme bijdrage geleverd aan de Kaseko. Earl heeft dingen veranderd. Maar er wordt niet precies benoemd wat hij heeft veranderd. Kan jij aangeven wat hij veranderd heeft? Nou ja, kijk, wat hij heeft veranderd, naar mij inziens, is eigenlijk de hedendaagse muziek. De manier zoals de hedendaagse bands spelen, de stijl van de hedendaagse bands. Ja, voor mij is het allemaal een afleiding van Lacoste. En ik weet niet of het de allereerste cd van Update is. Maar als je, het zal de eerste of de tweede geweest zijn, maar als je naar die cd luistert, lijkt het op een 1-op-1 kopie van Lacoste. De manier van drummen. De keyboards. Ja, Earl is wat dat betreft gewoon de grondlegger geweest. Daar is geen discussie over. De tegenwoordige manier van hoe de bassisten spelen. Mm. Ja, voor Earl was er niemand die zo speelde. Hij was het. Hij is degene die dat neergezet heeft. En dat zijn anderen ook gaan doen. Of anderen zijn dat gaan aanpassen op hun manier. Maar de basis lag bij hem. Zo simpel is dat. En bijna alle bands waar je naar luistert, zeg maar van de generatie na ons. Ja, ligt hun basis gewoon daar. Dus hij is een voorloper, een trailblazer. Een trailblazer, een voorloper. Ja. Hij is een voorloper geweest. Wat dat betreft, ja, je kan het visionair noemen. Dat heeft hij gewoon perfect gedaan. Mm. Het is een trend geworden, het is een basis geworden voor de nieuwe generatie. Mm-hmm. En ja, het is zoals het is. En Isabela, ik heb een paar ik zou maar de moro jong. Ja? Ik zou de moro jong. Bij hem nog een de sociëte, oké, Isaac de, maar Isaac me kon op de mandat. Isaac voor. Nee, zo ja. Ja. Uno, maar ze zijn allemaal zakken uit. Nee. Na een opperbouw, Alpha en Omega, we kunnen het einde. Ja. Maar. Corona bent, hè? Maar hebben jullie ooit Oetnap naar Lacoste in Wallijn op? Hebben jullie een keer met ze opgetreden samen? Ja, Oetnap naar Lacoste, Oetnap naar La Roche, wat ben Oetnap naar de samen. Mm. Ja. En hoe was het dan? Prima. Hoe was het om met hem te werken? Ja, prima. Allemaal naar Wang, is dat weet ik. Allemaal naar Sosolobi, is dat weet ik. We brengen zo'n serifie, dat we trouwen bon doen. Ja, dan ben je natuurlijk voor. Dat natuurlijk voor Pocoto. Allemaal aan mijn brazen op Serevi. Maar ik toch maar, Oester Makadra, we hebben het weer laf Makadra. En Corona, Lacoste, Sabaku, en Isaac, La Roche, allemaal aan de.